Beetje verder, ik heb een beetje belletje gehad, want ik ben nu ook aan Sanne aan het bellen. Super. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Hoe laat is het dan? Het is nu bijna 10:30. En ik ben nu al wakker. En nu al lekker geslapen. En nu ga ik dan lekker het douche pakken. Ga ik lekker aankleden. Ik ga even kijken wat ik aan ga trekken. In ieder geval. Ik denk even lekker sportkleren. Dat is wel lekker zitten op dit moment. Dus. Dan kan je zitten mouwen. En ja. Nou, dan wel even lekker omkleden. Eerst even lekker douche pakken. Dus. Hé, Gaia. En jij wil ook eten natuurlijk. Hè? Dus ga ik dat ook gelijk even doen. Zo, ik ben aangekleed, lekker gedoucht. Maar we zijn nog nat. En wat ben ik een beetje wakker geweest. En je moet ook nog wel een beetje wat opruimen. Het valt nog mee hoeveel. Maar dan ga ik nog een andere keer even opruimen. Nu maar even lekker wakker worden. Met een lekker bakje koffie. Met muziek. Want het is wel lekker even wakker worden met muziek. Vandaag ga ik even in ieder geval Jan opbellen. Want die is vandaag jarig voor mij je gevoel. Dus ik ga even eerst even editen en daarna lekker wakker worden in ieder geval met een lekker bakje koffie erbij. Ga ik ook nog doen, even lekker bakje koffie drinken. Een beetje verder, ik heb een beetje belletje gehad, want ik ben nu ook aan Sanne aan het bellen. Super gezellig. Het is niet anders. Het is wel blij dat dit eigenlijk nog is. Dat we kunnen bellen en dat we nog contact met haar hebben en alles nog. En ik ga nu lekker koken en dat is lekker ei-roer omelet. Daar heb ik al even een keer trek in en dan ga ik dan mijn brood eten, wat ik ene keer ook heb gedaan. En net ook met mijn moeder gebeld, want Jan is vandaag jarig, precies vandaag. En precies vandaag, voor mijn gevoel, word ik volgende week 25. Als het goed is, voor jullie nog een paar dagen. Ik moet even rekenen welke dag. Voor jullie nog 4 dagen. Wat gaat het tijd hard zeg. Ik knijt er 4 dagen alweer. En ik had de pen hier zo. Maar die is nu weg. Slim voor mij. Ik had daar aan moeten laten zitten. Ik zie hier een pen in ieder geval. En dan ga ik dat aankruiven. Dat doe ik al vaak. Wat gaat de tijd hard zeg. Nee, knijters. Oh, doet die pen het weer niet. Dat heb ik ook al eens. Kan ook, heb je ook al eens. Dan maar deze. Volgende pen. Gaan we deze proberen. En dan ga ik tussendoor ook lekker een roerbak ei maken. Oh, hier geeft hij aan om mijn kalender nog, voor mij nog 8 dagen. Voor jullie inderdaad nog 4 dagen. Het is vandaag of dinsdag of woensdag. Ja, het is woensdag vandaag. Vandaag woensdag, nog 5 dagen. Zie ik nou te denken. Het gaat de tijd hard zeg, de knijters. Ja, morgen al nog 4 dagen. Nu nog 5. Morgen, voor mij is het nog 8 dagen. Maar voor jullie is het nog 5 dagen. 5 dagen, dan ben ik jarig. Wat gaat de tijd hard. Niet normaal. Dus, ik ga nu even lekker roerbak ei maken. En, want ik heb 2 schalen. Waarom? De schalen zijn te klein. Dus ga ik 1 voor 1 neerleggen. En dan 1 voor 1 zo neergooien. Hoppakee. En dan heb ik hier ook nog eentje. Hoppakee. Ook erin. En dan gooi ik dadelijk de groente erin. Dat ga ik even snel doen. En dan nog even lekker bellen met Sanne. Ik wou boer omelet omdraaien en dat ging fout. Het is wel een beetje gelukt, maar ik weet niet of jullie kunnen zien. Het is niet helemaal gelukt. En zelfs hier naast is alles naast gegaan. Echt handig. En wat ik net ook gewoon zeg is dat ik heel vaak de laatste tijd ben ik met Sanne of Glenda aan het bellen. Dan gaat er eens verbinding verbreken. Ik weet niet wat er is, maar dat heb ik voor de laatste tijd zo vaak, al met mijn computer ook en al met mijn telefoon nu de laatste tijd, dat de verbinding snel verbreekt.
Hoe dat kan, geen flauw idee. Maar kijk, ik kan niks van doen. En wat ik ook zie de laatste tijd, excuses ervoor. Dat ik de laatste tijd vaak heb, dat merk ik heel veel. De laatste tijd van mijn vlogs. Dat ik mijn vlog stukje af en toe vastloopt. Hoe dat komt, geen flauw idee. Wil ik je even excuses aanbieden in ieder geval. En dit is ook trouwens een leuk nummer. Er is een nacht, hier wordt de zon en film ziek. Er is een nacht, die wouwen. Ja, maar dat is gewoon een ongelooflijk lekkere nummer om van te genieten. Wat ik ook nu ga doen is lekker genieten achter een computer te zitten. En te genieten even lekker wachten op mijn boer om belet. En daar heb ik nu al trek in. Wat ik ga doen is even hier en daar dat dingen opruimen. Maar ik zit ook te kijken al door het donker. Wat ik ook ga doen is even lichtje aanzetten. Dus dit leg ik hier bij mijn bed. Doe je Lord bij mijn bed. En dan ga ik hier even dingen opruimen. Moet ook even gebeuren. Stofzuigen, dweilen. Het gaat gewoon door. Dus dan ga ik dat even doen. Even kijken wat ik nodig heb, wat ik niet nodig heb. En ik heb net lekker super lekker gegeten. En dat is lekker ei-omelet die ik nog over heb. Oh, super, super, super lekker. En mijn buikje zit helemaal 2 broodjes van op. En ik zit nu ongelooflijk bomvol. Ja, dat kan ook gebeuren. En ik zie dat de schondenscherm omhoog staat. Dus ga ik omhoog naar beneden staat, ga ik omhoog zetten. Moet ook gewoon gebeuren. Wat een echt. Ik heb lekker met Sander zitten bellen. Met een lekker warm weer. Een beetje af en toe eventjes op die rand van de leuning gezeten. Dat was echt lekker om dat te doen. Maar dan zat ik weer op die stoel. Bij mijn laptop. En dan had ik weer ineens ding koud. Hoe dat komt, weet ik geen flauw idee. Dus ik ben zelf al snel eigenlijk koudklunger. Dus dat kan gewoon aan mij liggen. En dan ga ik lekker met een muziekje aan. Lekker stofzuigen en dweilen. Moet er even gebeuren. Foto gepost en zoals jullie gezien hebben is het ook opgeruimd. En op Instagram van wat ik gepost heb was dit. Af, maakt de zon voor jullie ook de dag helemaal goed? Al deze problemen ook. Voor mij maakt de zon helemaal goed. En voor jullie ook of niet? Ja, en wat ik ook, ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de reactie ook nogmaals op deze YouTube kanaal. Ben ik wel benieuwd naar. Maar het is nu al bijna over uur is tot 12 uur. Ongeveer 3 kwartier is 12 uur. En ik ben nog erg lang niet moe, maar een beetje inkakkerig ben ik er wel aan het worden. Maar wat heb ik een leuke dag gehad. Leuke weekend in ieder geval. Hele weekend lekker bezig bellen. En dan maakt de dag gewoon goed. Om eigenlijk je belangrijkste personen te bellen, zoals Glenda. Sanne, dat zie je zo. Mijn ouders, tenminste mijn moeder in ieder geval.
heb ik toen gebeld. Mijn vader toen niet. Maar ja. Ja, ik heb zo druk gehad bellen. Dat ik eigenlijk heel lang niet aan toe kwam om te vloggen. Dus ja, weet je. Niet elke keer is leuk als ik laat zien van dat ik aan het bellen ben. En het zijn ook gewoon sommige momenten privégesprekken. En dat ook gewoon, is gewoon belangrijk dat privé wordt gehouden. En wat ik ook nu ook wil laten zien is, ik ben paar in 14 februari ben ik natuurlijk naar echt contact geweest. En toen heb ik een filmpje doorgekregen. Ik weet niet of het mag, maar toen waren andere YouTubers volgens mij. En ik heb op zitten zoeken wanneer die online komt. Ik heb er gevraagd wanneer die online komt. Ik heb er niks van gehoord. Nog weet je, dan ga ik hem zelf ook even posten. En dat is deze filmpjes. Filmpje. Nou, we zijn momenteel bij de stand hier in Hashtag echt contact. Ik ben echt 4 februari, natuurlijk Valentijnsdag. Ja. Ik kan niet met weet mijn misschien wat meer van. Weet je niet waarom we hier zijn? Ja, wij zijn van het programma Net Even. We gaan helpen om echt contact te zoeken. Ja. Dat heeft te maken met een beetje social media. Dat wil steeds meer mensen tijdens een telefoon naar face-to-face. Ja. En daar willen wij laten zien dat het anders kan. En dat... ja. En in welk opzicht hebben jullie dat dan gedaan? Na dit jaar. Wilt één van jullie misschien over zijn eigen doel wat meer vertellen? Nou ja. Eén voor één, ja. Dat kan wel. Ja. Mijn doel was om te leren reizen. En dat ging dan voornamelijk over dat ik een treinreis zou maken naar Utrecht of zo. Oké. Volendam. En dat vond je best wel spannend. En nu is dat inderdaad... Ja. En ik heb één hoofddoel gesteld, is naar Parijs te gaan. Naar Parijs te gaan. Dat ga ik binnenkort ook doen. Oh, gaaf zeg. Oké. Okay. En jij? Ik had het doel van omgaan met geld en op mezelf wonen. En het is allebei gelukt. Ja. We wonen sinds 10 januari mezelf in Leeuwarden. Ja. En ja, het gaat best goed. Ja, top zeg. Aanvang, dat je nu gewoon lekker op jezelf woont. Ja. En jij? Voor mezelf op te komen. Voor jezelf op... Ik kan het eigenlijk wel, maar... ik heb ooit wel een video gemaakt op YouTube over reageren op haatreacties. Dan kan ik er zelf via YouTube, maar ik denk face-to-face ook. Dat is wel lastig inderdaad. Ja. Maar dat heeft ook tijd nodig, hè. Dat gaat ook niet zo vanzelf. Je moet ergens beginnen en later bouw je dat gewoon op inderdaad. Ja. Ja. Nou, mooi, en jij? Reorganiseren. En in welk opzicht heb je dat? Toch te maken met contact. Contact leggen, hè? Reorganiseren. En waarom reorganiseren? Nou, dat ik dingen zelf wil leren organiseren. Oké, dat is wel lastig. Ja. Ja, dat is super fijn natuurlijk. Dat je zelf die vrijheid en die zelfstandigheid in dat opzicht dan hebt. En dan merk je dat het ook gewoon echt geholpen is. Dat je daar beter mee bent geworden. Ja, nou, tof zeg. Nou, mooi dat jullie allemaal zo'n eigen doel hebben hier ook. Je mist eentje. En jij natuurlijk. Ja, slecht eigenlijk. En jij, wat voor doel heb jij inderdaad? Mijn doel is op zoek te gaan naar een zwemvriend of een zwemvriendin. Die heb ik wel gehad, maar eigenlijk gaat het om het grote geheel om een vriendschap te hebben. Oké. Eigenlijk met deze vier en nog eentje erbij. Er was eentje die zelf niet geweest, maar ik kan wel zeggen die kist. Haar naam is Peerle. En haar doel is op zoek te gaan om dingen beter te gaan koken. Vooral omdat zij wil ook op zichzelf wonen. Ja. Ze kon helaas hier niet zijn, omdat ze voelde een beetje druk. Ja. Okay. Maar we zijn echt een hele groep geworden. Toch jongens allemaal? Ja, applaus voor jezelf hoor, inderdaad. Mooi gedaan. Zeker ja. Dankjewel, Jamai. Dat je even mee applaudisseren. Waar klap bij. Nou, dat is tof. Ja, dat was bij echt contact. We werden interviewd door hun. En ik vond het leuk in ieder geval. En ik wilde hun twee even een dikke shout-out geven als ze terugkijken. En ik zit nog lekker muziek te luisteren. En wat heb ik ook heerlijk. Toen met bellen heb ik ook even lekker hier op de rand gezeten. En ik voel dat de kachel koud is. Ik zit al te melken, snap ik waarom ik koud heb. De kachel staat niet aan. Dus, maar misschien dat het gevoel is, ik had het met Glenn een keer over gehad, die zei van juist als het warm hier is, dan gaat de kachel uit.
En dat is hij denk ik nu. En wat ik heel vaak doe, dat heb ik heel vroeg ook altijd gedaan. En doe ik nu weer eigenlijk. Dat is even lekker zo op de rand zitten. En zie ik lekker naar buiten genieten. En dat is gewoon lekker wat er is. En dat deed ik juist toen de zon was. Wat ik ook leuk vond, is, daar ga ik over vertellen, maar daar ga ik rest voor de privé houden. Is dat ik met de contactpersoon van het programma net even anders heb gebeld. Wie bedoel ik dan met contactpersoon? Ik bedoel niet echt contactpersoon, maar ik bedoel productie die met ons mee heb gemaakt. Dat is Fleur. Daar hebben we ook flink met gezellig mee gebeld. Gewoon gevraagd hoe de situatie is. Als jullie dat willen weten, hou ik gewoon voor mezelf. Dus tussen ons twee. En ik was er nieuwsgierig naar. Ik snap dat jullie ook wel nieuwsgierig gaan. Hoe zit dat dan met hun? Hoe en wat? Want wij hebben nog contact met ze. En gevraagd hoe het met haar gaat. En hoe het nu bij hun valt. En dan hebben ze weer aan ons gevraagd. En als ze gelijk over ons livestream. Want San en ik zijn de laatste tijd veel samen live op Instagram. Ik weet niet of we morgen ook gaan live op Instagram. Zo ja, check dan even mijn Instagram. Dit is dan mijn Instagram, check het dan even. En misschien dat ik dan live ben. Dus volg je me nog niet, check even mijn Instagram. Het zou heel tof zijn als jullie me volgen. En dan ga ik nu klaarmaken, omdat ik dadelijk ook wel lekker een beetje ga. Nu nog niet, maar ik wel een beetje langzaam een beetje klaarmaken. En dan gaan we voor de rest zien. Ik kan jullie de hele tijd op deze stoel zitten. En ik had productie van ons programma. Ons programma was koekjes op die kleine witte tafel neergezet. En Kanya stond de hele tijd, deze boef, stond de hele tijd naar de koekjes te gluren. Want die staan nu daarboven. Ik weet niet of jullie kunnen zien daar verder bovenop. En toen stond hij de hele tijd naar te ruiken. Maar die koekjes zijn ongelooflijk lekker gelukt. Excuses ervoor dat ik niet heb laten zien hoe ze gingen in de oven, wat dan ook. Maar ik zat eigenlijk te focussen op de bellen. En dat heb ik zo vaak. Dus denk ik met lichtstand perking te maken. Wat ik ook ga doen is deze ei-omelet even in een bakje doen en dan in de vriezer. Dus, maar ik weet niet of ik dat nog kan eten. Maar ik ga zien. Even een bakje pakken. Ja. Kom maar bakje. Kom maar. Ja, bakje, kom maar. Bakje, kom maar. Zo, zet ik even vrij en dan ga ik dadelijk dat in doen. En dan ga ik de nu even lekker achter de computer zitten waar ik mee bezig was. En heel druk wezen editen. Ik was eigenlijk vanochtend een beetje in de middag ook een beetje bezig. Toen kwam iets tussendoor, dacht weet je, ik heb even pauze, ik heb tijd zat ervoor om nog te editen. Dus nu maar even achter de computer, even bijkomen. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Ik heb net de laatste gordijn dicht gedaan. En wat ik eigenlijk wil zeggen is, super tof dat ik even de belangrijkste mensen heb kunnen spreken. Zoals Glenda, Sanne, Vincent, mijn ouders, tenminste mijn moeder ook in ieder geval. De anderen heb ik wel gesproken, maar mijn vader niet. Maar wat ik al zei, nogmaals, die zijn gewoon belangrijk voor mij en sowieso op dit moment. Het hele team net even anders ook natuurlijk. En dikke shout-out naar het hele team net even anders. En naar de producties wil ik nog steeds zouden doen. Want de productie hebben, ja, dat die nog kunnen spreken is gewoon leuk. Ja, ik vind het wel fijn om nog contact te hebben. Hoe dus een beetje vragen hoe het met hun gaat, vooral dit soort situatie. En ja, dat wil ik erbij zeggen. En dan wil ik nogmaals jullie allemaal bedanken voor kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij dat je me mag. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou super tof zijn als je hier beneden abonneert. En vast tof reactie beneden achterlaat. En vast blij duimpje. En dan zeg ik hierbij een gloednieuwe vlog om 1 uur. En dan zie ik je hierbij later. Zou ik blij zijn en hoor ik deze heel mooi doen. Niet meer voel.